In de dorpskernen hebben ze prima internet, maar in de buitengebieden van Texel is het, nou, ik mag wel zeggen, redelijk rampzalig. Albert Huisman woont en werkt aan de rand van de Staatsbossen op Texel. Nou, we hebben hier twee van de vijf in totaal satellietschotels staan. Hij heeft de schotels laten plaatsen omdat het signaal van de ouderwetse kabel veel te zwak is om alle megabytes door te kunnen pompen. Je ziet het, het gaat allemaal niet. Het werkt wat vertragend. Ik doe hier aan verhuur van een aantal accommodaties. Je moet makkelijk kunnen foto's kunnen uploaden of filmpjes kunnen afdraaien. Nou, dat kon eigenlijk al niet meer via de koopleiding. Dat was echt rampzalig. Ik kan hem dus niet bekijken. Maar ook de schotels in de tuin werken dus niet goed genoeg. En Huisman is niet de enige met problemen. Ietsje verderop woont een buurman die een bedrijfje heeft. En die moet grote bestanden versturen. Dat doet hij vooral 's nachts. Maar hij weet al dat als hij 's avonds, als hij dat aanzet, weet hij niet of er volgende ochtend of dat gelukt is. Wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollandskroon neemt het op voor alle grote plattelandsgemeentes. Hij heeft het probleem inmiddels bij zijn eigen partij, de VVD, maar ook bij het ministerie van Economische Zaken op de agenda gezet. Ook voor zijn eigen gemeente zit er spoed achter. Er zijn bedrijven die zeggen, als de internetaanbod niet verbetert, dan ben ik genoodzaakt me elders te gaan vestigen. En soms is dat in de buurt. Maar het komt ook voor dat bedrijven zeggen, ja, dan ga ik toch, als ik dan toch moet verhuizen, dan ga ik ook dichter in de Randstad zitten om dan dichter bij mijn klanten te zijn. Albert Huisman is met Stichting Glasvezel Texel al 2 jaar bezig om betere verbindingen te krijgen. Hij hoopt dat het nu echt gaat gebeuren. Mensen verwarren glasvezel nog vaak met alleen maar internet, maar er kunnen zoveel meer diensten over worden afgenomen. En de toekomst staat niet stil, maar wij hier wel, nog wel.